Fransman Joris die remt af voor de grote sprong. En die kan er niet meer ontwijken, tikt hem aan en verliest in de lucht gewoon volledige controle over. Dat mag hij wel, met iets over de streep lopen. Dan klopt, dan telt in feite je race nog wel. Hij mist een voorwiel, hij mist een fiets klaarstaan, een reserveonderdelen. Dus de monteur die staat denk ik al. Ja, mijn eerste match. Ja, ik maakte een fout en ja, ik werd net vierde. Dat was echt een gelukje dat ik vierde was. En het tweede match. Ja, lag op zich goed, maar de persoon voor me kon niet door. Ja, zo raakte ik hem en ik viel. In eerste instantie dacht ik, het is klaar. Toen wilde ik mijn fiets oppakken, want ik denk, ja, ik moet gewoon goed lopen naar de finish. Elke punt die ik kan pakken, heb ik nodig. Toen zag ik dat mijn fiets in drie stukken was. Ja, ben ik de baan uitgelopen, want ik wist dat ik moet de finish halen. Maar ja, mijn enkel deed zozeer. Toen ben ik met een karretje naar boven gegaan. Toen was ik bij de fysio hok. En mijn enkel deed gefantaseerd. Ik zei van, blijf hier. Ik zei, over 5 minuten moet ik fietsen, ik moet weg. Ben ik terug in enkel, mijn enkel getaped, reservefiets gepakt naar de baan. Ja, net gestand, de stand was goed, maar ik merkte gewoon slag 2 dat mijn enkel gewoon zeer heeft. Dus ja, het was niet zo goed als het kan, maar ik ben denk ik 1 punt door. Ik weet niet hoeveel punten, maar door koelen, tapen, paracetamol erin en morgen weer naar.